Blok, ik ben 23 jaar en ik ben aardrijkskundedocent in Rotterdam. In deze video zal ik de pedagogische handen van de docent bespreken. Pedagogiek en onderwijs gaan hand in hand samen. Als leraar ben je niet alleen opvoeder, je bent een rolmodel. Je bent natuurlijk niet alleen bezig met het geven van je vak, maar ook bezig om leerlingen te corrigeren op hun gedrag. Daarbij is het belangrijk dat je zelf het gewenste gedrag ook vertoont. Bij mij op school heb ik te maken met vele leerlingen met een allochtone afkomst. Het kan zijn dat de normen en waarden bij hen thuis anders zijn dan in onze westerse cultuur. De school is dan dé plek bij uitstek om hen deze alsnog te leren. Als leraar werk je doelbewust aan maatschappelijke en ontwikkelingsgerichte leerdoelen rond vorming, opvoeden, burgerschap en sociale integratie. Ontwikkeling van de eigen identiteit is daarbij zeer belangrijk. Als docent kan je hieraan werken door leerlingen kennis en vaardigheden aan te leren om zelfstandig te kunnen oordelen en handelen in sociale situaties. Het pedagogisch klimaat heeft te maken met het handelen van de leraar, dat invloed heeft op de sfeer en de veiligheid in de groep. En op de manier waarop er in de groep met elkaar wordt omgegaan. Om te zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, moet de docent zorgen voor een effectief klassenmanagement en moet de sfeer en veiligheid in de klas worden gewaarborgd. Een goed pedagogisch klimaat is ook van direct belang voor de pedagogische opdracht. Bijvoorbeeld omdat de participatie van leerlingen in de school bevordert of leerlingen ondersteunt bij het zelf oplossen van ruzies of onderlinge problemen. Burgerschap is tegenwoordig een belangrijk thema. Zeker het woord wereldburgerschap wordt steeds populairder. Het is belangrijk dat leerlingen een plek weten te vinden in deze wereld en weten wie ze zijn en waar ze goed in zijn. Door talentontwikkeling kan dit worden behaald. Talentontwikkeling is een benadering die gebruikt kan worden om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren via succeservaringen. Talentontwikkeling legt de nadruk op activiteiten waar leerlingen goed in zijn en waarmee ze kunnen scoren. Op deze manier kunnen leerlingen hun eigen identiteit ontdekken en zo hun plaats op de wereld toe-eigenen.